Als het goed is zijn we live, Tom. Heel leuk, Jesse. Hallo allemaal. Welkom bij deze Facebook live sessie over het klimaatakkoord. En jullie hebben al heel veel vragen ingestuurd. Tom van der Lee en ik zullen gaan proberen die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. En volgens mij moeten we niet te lang omheen draaien, maar gewoon gelijk beginnen. Waar zou we beginnen, Tom? Kies jij eens. Ik denk dat het heel goed is om met de eerste vraag te beginnen. Van Fern, McFarlane, mooie naam. Wat is het beste en het slechtste uit het klimaatakkoord? Wat vind je het beste? Nou, het beste vind ik toch dat er gekozen is om beprijzing in te voeren. Dat wil zeggen dat je op vervuiling of de uitstoot van broeikasgassen toch een prijs legt. En om te beginnen natuurlijk, als het gaat om de industrie, CO2-belasting toch invoeren. Niet zo breed als wij willen, maar het begin is er. Maar ook als het gaat in de mobiliteit, dat men nu toch eindelijk, ondanks het taboe dat de VVD daar jaren op gelegd heeft, gekeken wordt naar vormen van rekeningrijden. Want dat zijn toch manieren waarop je veel makkelijker als overheid kunt afdwingen dat er een transitie plaatsvindt. En dat het op een innovatieve manier plaatsvindt, okay, zonder allerlei ingewikkelde subsidies. Wat vind je het slechtste? Nou, het slechtste vind ik toch als je kijkt naar wat er gebeurt in de landbouw en de biomassa. Dus zeg maar dat we eigenlijk een klein beginnetje maken, wacht, maar niet doorpakken. Wacht even, we zetten even je geluid uit, Tom. Hier, kan dat? Oh. Heb je het in? Ja. Sorry, ik hoor de hele tijd piepjes van dingen die binnenkomen. Ja, is dat zo? Ja, ik hoor het niet. Nee, ik ben ook iets ouder dan Jesse. Ja, dat zal het zijn. Ja, ja. Ja. Daar, ik denk, ja, er zijn echt wel veel dingen die niet zo goed zijn. Ja. Maar als het gaat om de het terugdringen van de bio-industrie, gebeurt er te weinig. En eigenlijk wordt er te veel ingezet op biomassa. Wat is biomassa? Biomassa is eigenlijk, je hebt houtige en niet-houtige. Ja. Dus zeg maar houtsnippers, maar het kan ook gaan om mest. Ja. En daar zit allemaal koolstof in en daar kun je dus iets mee. Maar dat moet je wel heel slim inzetten. En met name in de scheepvaart en de luchtvaart waar geen alternatieven zijn. Maar niet voor dingen waar heel veel alternatieven voor zijn. En dat gebeurt toch te veel. Oké. Wat ik een hele slechte vind aan het wat ik heel goed vind, is eigenlijk breder. Niet één maatregel, maar dat er eindelijk, we hebben hier 30 jaar strijd GroenLinks hier al voor. Ja. En eindelijk zien we wel echt dat er iets gebeurt en dat er allerlei taboes in ieder geval in woord worden doorbroken. Maar het slechtste aan het akkoord vind ik dat, en dat zit ook op het punt van de beprijzing wel, dat uiteindelijk die grote bedrijven nog niet echt genoeg gaan meebetalen. Ja. En dat uiteindelijk burgers, maar ook MKB, dus gewoon die kleinere bedrijven, middelgrote bedrijven in Nederland, maar ook ziekenhuizen en onderwijsinstellingen, dat die gaan de subsidie gaan betalen die grote bedrijven krijgen. En dat vind ik echt, dat is echt een gemiste kans. Ja, dat vind ik ook. Het is gewoon nog niet eerlijk genoeg. Nee. En het kan groener en eerlijker. En in die zin zijn er echt weer kansen gemist. Ja, ik zie Marten. Ja. Hoe verdelen we eventuele extra lasten voor burgers sociaal? Ja. Oftewel, hoe beheersen en verminderen we lastenverzwaringen voor mensen met lagere inkomens? Ja, dat is een hele goede vraag. Want als we daar gelijk op doorgaan, hoe zit dat erin? Hoe moeten we dat eigenlijk nog beter maken? Ja, het is wel iets beter geworden dan het oorspronkelijk was. Maar we moeten goed naar de details kijken. Maar het ziet er wel naar uit dat de teruggave in de energiebelasting omhoog gaat. En met name mensen met een kleine beurs, die wonen vaak in de slechtste huurwoningen. En die kunnen weinig invloed uitoefenen op hun energieverbruik. Ja. En die lijken nu iets meer tegemoet te worden gekomen. Maar goed, per saldo, als je alles bij elkaar optelt, dan klopt wat jij zegt, dat er toch ook bij wordt gedragen aan de subsidie voor de industrie. Ook door mensen met een kleine beurs. En dat kan veel eerlijker. Ja, steken nog, dat moet echt veranderen. Want ik snap heel goed dat mensen denken, ja, wacht eens even. Er zijn al bedrijven met enorm veel winst die ze maken. En dan moet ik met mijn kleine inkomen gaan bijdragen aan die verandering. Dat was niet helemaal de bedoeling. En dan heb je gelijk als je dat denkt. Even kijken. Wat vindt GroenLinks van de plannen en in hoeverre gaan we die steunen? Nou ja, wat we van al die plannen vinden, dat zijn er nogal veel. Dus dat verschilt per plan. We denken echt dat het beter kan en dat het beter moet. Daar gaan we ook met allerlei voorstellen voor komen de komende tijd. En ja, dan de vraag, gaan we dat steunen? Ja, dat hangt er vanaf of we die verbeteringen ook voor elkaar krijgen. Dus we gaan een spannende politieke tijd tegemoet. We willen heel graag dat we het klimaat, dat we daar verder mee komen. Dat er breed politiek en maatschappelijk draagvlak voor is. Maar daarom zullen we met verbetervoorstellen komen. En we hopen dat het kabinet daarvoor open staat. En tegelijkertijd, want ik weet, weet precies hoe ze zijn. Onze rakkers daar in het kabinet. Ze luisteren niet altijd naar argumenten, maar wel heel goed naar druk uit de samenleving. Dus ook de komende tijd zullen we weer gebruiken om de beweging weer zichtbaar te maken op straat. Ja,
Nee, wat je goed moet realiseren is, wat er vandaag is gepresenteerd, is nog geen klimaatakkoord, want er is nog niemand getekend. Nee, van maatschappelijke organisaties of bedrijven. En ook de Nederlandse Vereniging van Gemeenten en van de provincies, die moeten allemaal nog bekijken, gaan we dit nou wel of niet steunen? Mm-hmm. Dus we kunnen ook met hen op onderdelen toch nog weer inzetten op verbeteringen. En dan ook weer samenwerken met andere oppositiepartijen, want er is nog echt heel veel te doen. Precies. Ja. Hey, afgelopen woensdag, is ook leuk. Tom is... gaat het nog goed, Leon? Zijn we nog online en zo? Twee duimpjes. Okay. Leon doet twee duimpjes, jij doet één duimpje, Jonas. Twee duimpjes. Heel goed. Woensdag. Afgelopen woensdag, ja. Toen werd de kolenwet behandeld. Dat is de wet die zeg maar, zegt dat kolencentrales in 2030 gesloten moeten zijn. Maar we hadden ook... Ik zie geen vragen. Kom op met je vragen over agenda. Want we hebben natuurlijk Urgenda. Ja. Dat is de uitspraak van de rechter dat we in 2020 CO2-uitstoot hebben moeten teruggedrongen. Daarvoor moeten we eigenlijk sneller, kolencentrales sluiten. Ja, klopt. Je hebt dat ook voorgesteld woensdag. Ja. Maar daar zei de minister dat dat symboolpolitiek was. En nu is de vraag van Lisanne, waarom waren andere politieke partijen, en ik zeg zelf, waarom was minister Wiebes dan tegen het sluiten van die... extra kolencentrales. Nou ja, goed. Omdat zij zeggen, dat leidt alleen maar tot weglek. Dat is dan een woord wat ze daarvoor gebruiken. Dat wil eigenlijk zeggen, als je kolencentrales sluit, dan heb je minder opwekking van elektriciteit. Dan moet je iets anders doen. Mm-hmm. Nou staan er in Nederland echt gascentrales al een hele tijd stil. Omdat het net even iets duurder is om uit gas elektriciteit te maken dan uit kolen. Dus die gaan gewoon aan. Dus weglek naar het buitenland, die zal echt wel meevallen. En wat ze ook elke keer vergeten is dat onze buurlanden ook beleid voeren. Die zijn trouwens vaak veel verder dan wij en veel kritischer op CO2-uitstoot. Maar die zullen ook nieuwe maatregelen nemen als er CO2-uitstoot uit Nederland over de grens dreigt te gaan komen. Dus wij vinden dat dat argument is een stekker. Want je zei net iets over die gascentrales. Want nu, daar zijn er misschien wel mensen die denken, gascentrales, wacht eens even. Gas, we gingen toch juist geen gas meer gebruiken en Groningen dan? Ja, misschien is het goed om te melden waar dat gas... Of is dat dan Gronings gas? Nee, Gronings gas is laag calorisch. En het meeste gas in de wereld is hoog calorisch. En al onze energiecentrales... En hoog. Ja, en uit Groningen komt? Laag calorisch gas. En je kunt dus van hoog calorisch gas... Ja. Laag calorisch gas maken. Voordat we in gas... Hoe komen we, zeg maar, als het gaat over over die gascentrales... Die draaien niet op Gronings gas... Nee, dat is belangrijk om te weten. Die draaien op ander gas en dat komt uit kleinere gasvelden, op land en op zee. Maar importeren we ook, bijvoorbeeld uit Noorwegen, trouwens ook wel uit Rusland. Dat is minder leuk. Maar goed, gas komt overal vandaan. En gas is wel het belangrijkste. Het verstoken van gas stoot dus twee keer minder CO2 uit dan als je kolen gebruikt. Twee keer minder? Ja. Dus daarom is het in de transitie, het veranderproces, is het belangrijk... dat we overstappen van kolen naar gas... voordat we helemaal op hernieuwbare energie over kunnen stappen. Want het duurt even voordat we bijvoorbeeld voldoende groene waterstof produceren... uit windenergie, om al die gasbehoeften te kunnen vervangen. Okay. Ja. Hartstikke goed. En waarom waren die andere partijen dus eigenlijk hadden ze geen goede reden? Nou, je hebt natuurlijk die rechtse partijen... Hè, die willen echt helemaal niets doen aan de aanpak van klimaatverandering. Dus de PVV en Forum, die zijn überhaupt tegen alles. Ja, en de coalitie, die babbelt dan de minister na... Mm-hmm. dat het allemaal symboliek zou zijn. Het is helemaal geen symboliek. Zij hebben sinds 2015 ieder jaar opnieuw beloofd... wij gaan de agenda-vonnis naleven. Mm-hmm. We gaan in 2020 25% CO2-reductie bereiken. We zitten pas op 13%. Mm-hmm. Ja, en wil je dat halen, dan moet je sneller de kolencentrale sluiten. Okay. Ja, hartstikke goed. Ik zie een vraag rechtstreeks aan mij. We krijgen trouwens, onwijs leuk, we krijgen via de Activisten heel veel vragen binnen. Dus ben jij nog zit je wel te kijken en denk je... de Activist, is dat? Ja. Dat ben je misschien nog niet. Meld je dan even. Hieronder gaat vast... Ik kijk nu over de camera heen. Ja, er gaat een duimpje omhoog. Dat gaat vast betekenen dat er een nummer onderin gaat verschijnen. En dan kan je ook activist worden. En dan krijg je updates van ons over wat er gebeurt. Maar je kan ons ook allerlei vragen stellen, zoals deze. Zo is er één vraag binnengekomen. Op verschillende plekken. Een paar keer. Heeft meneer Klaver... Ja. Wat vol je gelijk aan meneer Klaver? Ze zeggen meneer tegen hem. Ja, zelf al een warmtepomp en zonnepanelen. En zo nee, waarom niet... Zo ja, bevalt het. Nou, ik heb net een nieuw huis gekocht. Dat wil zeggen een half jaar geleden. En we zijn volop aan het verbouwen. En dat wordt inderdaad wel een huis wat heel duurzaam wordt.
wat niet meer op het gas is aangesloten. De zonnepanelen zijn besteld. Die komen er ergens volgende maand komen die erop te liggen. Ik heb geen warmtepomp. Het is een oud huis, ook best tochtig. Ik heb geprobeerd het zo goed mogelijk te isoleren. Maar wij gaan werken met infraroodverwarming. En ja, ik heb eigenlijk zoveel mogelijk proberen toe te passen van duurzame, het zo duurzaam mogelijk te maken. En of het echt gaat bevallen, ook de manier van verwarmen, daarvoor moeten we misschien in de winter een keer een sessie hebben. Want nu staat mijn verwarming niet aan. Dus vooralsnog bevalt het huis heel goed, maar dat heeft niet zoveel te maken met de manier van verwarmen. Wat wel heel leuk is, vond ik aan dit hele proces, wij zijn natuurlijk hier altijd met beleid bezig. Ja. En nu was ik een keer consument en kwam je zelf eigenlijk, loop je tegen allerlei dingen aan waarvan je denkt, hè, dat is eigenlijk raar. Of waarom is dat zo? Ik wilde bijvoorbeeld mijn gasmeter weg laten halen. Of die heb ik weg laten halen. En dan moest ik plots. Dus ik denk, nou, dan komt dan krijg je ballonnen. Oh nee, die niet meer. Maar champagne en feest. Maar vervolgens kreeg je gewoon een factuur. Omdat je je gasmeter hebt laten weghalen. Ja. Heb jij trouwens wel veranderd dat minder duur wordt? Nou ja, zo heb je wel gezien dat er nog allerlei dingen kunnen verbeteren. En daar zullen we ook met allerlei voorstellen komen. Hoe het makkelijker moet zijn voor burgers om te verduurzamen. Ja. Nou ja, dat vind ik op zich redelijk positief aan wat er nu vandaag is gepresenteerd. Dat burgers die nu al stappen zetten, ook wel daarbij geholpen worden. Mm-hmm. Want het is in het begin ook duurder, omdat er nog de schaalgrootte waarop dat gebeurt nog klein is en dan kun je toch minder kosten reduceren. Mm-hmm. Dus er komt ook een warmtefonds. Mm-hmm. En daarnaast is het ook wel goed, omdat ze eerst in het regeerakkoord het wilden afschaffen, de zogenaamde salderingsregeling. Mm-hmm. Hè, dat was voordelig als je eigen zonnepanelen had. Die blijft nu toch langer bestaan. Tot dus wanneer? Tot 2023. En daarna wordt die stapsgewijs afgebouwd, maar de vraag is hoe snel. Dat heeft ook weer te maken met, nou ja, hoe goedkoop het tegen die tijd is. Ik vind 2023 ook nog wel snel. Nou ja, maar het is langer dan dat het dit jaar zou worden afgeschaft. Dat was eigenlijk wat ze wilden. Dus, dat is waar. Ja. We moeten onze zegeningen tellen. Daar ben ik met je eens. Ja, ja. Hey, ik vond die vraag, ook deze vond ik wel grappig. Ja. Wil je daar niet iets over zeggen? Zoek in je oppositie tegen het klimaatbeleid de PvdA en laat elkaar niet los. Eendracht maakt macht. Die moet André Horsting, die moet wel fan zijn van PSV. Dat staat daar boven de poort van het stadion. Nou, André, dat is ook wat we doen. We werken heel nauw samen met de Partij van de Arbeid. Juist om ervoor te zorgen dat we elkaar niet uit elkaar laten spelen. Want als je samen optrekt, kan je inderdaad meer voor elkaar krijgen. En daarom, we werken al heel goed met ze samen. En ook op dit onderwerp zullen we dat zeker doen. Eendracht maakt macht. Ik vind het mooi gezegd. Ik zie ook dat er meerdere vragen worden gesteld, onder andere door Beatrijs, Erend, ze hebben ook door Mart, over wat is nou eigenlijk de rol van de gemeente straks in het hele energietransitie. Het is misschien wel goed om daar iets over te zeggen, want gelukkig zijn heel veel GroenLinksers ook lokaal actief. We hebben ook heel veel wethouders die verantwoordelijk zijn voor de energietransitie en de verduurzaming. En wat er is afgesproken is dat er in meer dan 30 regio's in Nederland regionale energiestrategieën worden gemaakt. Dan wordt er in kaart gebracht hoeveel warmte en elektriciteit is er nodig in die provincie. En hoeveel wordt er lokaal geproduceerd en hoe kun je dat verduurzamen. Maar ook hoe ga je alle wijken in die regio langzamerhand van het gas afhelpen. En daar zijn de gemeentes aan zet. Okay. Die moeten daar plannen voor ontwikkelen de komende periode. En dat ook doen door burgers daarbij te betrekken. Mm-hmm. Dus inspraak in de plannen. Maar wat ook belangrijk is, het gaat ook om hernieuwbare energie, om wind en zon. Maar dat moet ook participatief gebeuren. En dat wil eigenlijk zeggen dat je kunt deelnemen, dus ook financieel, en er ook profijt van kunt trekken doordat je of duurzame energie krijgt, of participeert in de opbrengst daarvan. En de helft van al het hernieuwbare energie op land moet op die manier gaan lopen. Maar als ik daaraan denk, hè, als het gaat, want er gaat bijvoorbeeld, als ik het goed begrijp, je wordt zeg maar een soort van aandeelhouder in een windmolen. Maar mensen die geld hebben, die kunnen zo'n aandeel kopen. Kan het ook dat gewoon hele gemeenschappen, dus als ik denk aan het buiten, er zijn dorpen, daar wordt de windmolen gepakt. Kan het dan ook zo zijn dat zo'n dorp, dat ze zich niet, hè, dat ze het niet hoeven te kopen, maar dat het dorp, omdat het toch, ze hebben er ook last van. Laten we er ook eerlijk over zijn. Ja. Dat ze zeggen, nou, u heeft al last, maar u profiteert mee van als het hard waait. Want dan krijgt u geld en daarmee kunt u de leefbaarheid in uw dorp vergroten. Door extra geld voor school of voor het onderhoud van het dorp of van sociale voorzieningen. Nee, dat kan heel goed. Je kunt gewoon in allerlei vormen coöperaties opzetten. Ja, je kunt natuurlijk ook gaan beleggen in grote parken, maar dan gaat het echt om groot geld. Maar coöperaties kunnen eigenlijk heel kleinschalig. Het kan zijn om een buurtmolen. Dat is eigenlijk één, niet eens zo'n hele grote turbine. Maar ook in grotere zonne
energie-inrichtingen, bijvoorbeeld op daken, gemeenschappelijke daken. Ja. Je kunt ook bijvoorbeeld dan de zonne-energie gaan opvangen in een gemeenschappelijke batterij. Nou, er zijn eigenlijk heel veel inspirerende voorbeelden. Je ziet dat Duitsland en Denemarken daar veel verder zijn dan wij. En daar is ook heel veel in private handen, dat ook allemaal in Nederland kan. Oké, okay. Ja. Tof. Hey, en er wordt ook gezegd, als het gaat over agenda, kijk, even voor de goede orde, want het gaat heel veel over het klimaatakkoord vandaag. En dat is ook goed. Maar wat er met agenda gebeurt, ik zeg het een beetje hard, maar dat is echt een blamage. Er is een uitspraak van de rechter en het kabinet, dat was er in 2015. Toen gingen ze in hoger beroep, dat verloren ze. Ze is het kabinet, de regering, in 2018. Dat betekende dat ze echt extra maatregelen moesten nemen om CO2-uitstoot in 2020 te beperken, dus volgend jaar. Dat doen ze nu niet. Of eigenlijk veel en veel en veel te weinig. Ze halen de doelstellingen niet. En daarmee negeren ze een rechtelijke uitspraak. En daar wordt vragen over gesteld. Hoe kan dat? Wat betekent dit? Zag ik net staan, want ik kom er allemaal bij. Wat betekent dit voor de rechtsstaat? Wie zei dat? Sebastiaan Rood. Wat betekent dit nou voor de rechtsstaat? In een rechtsstaat, niemand staat boven de wet. En ook de overheid niet. En als je als overheid dus door de rechter wordt gesommeerd om extra maatregelen te nemen, dan moet je die stappen ook zetten. En ik zag echt net de vicepremier Hugo de Jonge bij de persconferentie. Ja, echt, ik heb echt zelf, ik vond, wat een afgang om zo te praten over agenda. Ze doen 4 megaton, 9, ik denk zelfs nog iets meer, is nodig. Dus ze doen minder dan de helft. En met droge ogen beweren dat je daarmee de doelstellingen haalt. Dat is gewoon niet waar. En volgens mij ondergraaft dit het vertrouwen van mensen in de rechtsstaat. Want iedereen heeft zich eraan te houden als de rechter zich uitspreekt. Ook de overheid. Dus ik merk dat ik dat vandaag, dat ik denk, verdorie, ze gooien alles op één grote hoop. Ja. En waarom is het nou zo belangrijk? Want je zou kunnen zeggen, ja, maar klimaatverandering, daar heb je 30 jaar voor. 2050 moet het toch gerealiseerd zijn? Ja, maar als de aarde eenmaal opwarmt, dan koelt die niet meer af. Dus je moet maatregelen nemen. Als je nu de komende jaren te weinig doet, dan wordt de opgave, wat je moet doen, alleen maar groter. En daarom moet er nu gewoon actie worden ondernomen. En dat betekent dat als wij met verbetervoorstellen zullen komen, ook als het gaat over de agenda-uitspraak, in 2020 moeten we een extra stap zetten. Ja, ja. En op zich praten we in Nederland heel veel over het klimaat. En daarom denken veel mensen, we doen ook al heel veel, maar dat valt toch tegen. Want als je het vergelijkt met onze buurlanden, die zijn echt veel verder met het reduceren van broeikasgassen, met het aanleggen van hernieuwbare energie. Dus nu komt het aan op actie. En daar zetten we ons natuurlijk enorm voor in. Ik zie ook wel weer een vraag over kernenergie. Zeker voor de wat jongere generatie, die vraagt zich dan toch af, ja, kernenergie. Wat mooi is aan kernenergie is, ja, je stoot geen CO2 uit. Ja. Kijk, dat klopt. Maar er zitten wel heel veel andere nadelen aan. En dan heb ik het niet alleen over het kernafval, wat echt duizenden jaren lang gevaarlijk blijft. Maar het feit is dat kernenergie draait op uranium. En dat is ook maar beperkt beschikbaar. En wat we zien is dat kernenergie ontzettend duur is. En eigenlijk alleen maar duurder wordt. Omdat de eisen en de risico's die eraan zitten, ook met mogelijke terroristische aanslagen, leiden tot, ja, enorme kostbare installaties. En je ziet dat in buurlanden waar ze dan nog proberen een nieuwe centrale te bouwen, er dan alleen maar één gebouwd wordt als er een garantie wordt gegeven op de prijs van de elektriciteit die uit zijn centrale komt. En die prijs is op dit moment 2 keer hoger dan de prijs van elektriciteit uit wind op zee. Dus je betaalt al 2 keer meer. Dus economisch, je kan er heel principieel naar kijken, naar kernenergie. Maar economisch gezien zeg je ook, het is eigenlijk geen business case. Nee, en dat zie je ook, want er wordt dan gezegd, ja, er is niet gesproken over kernenergie. Maar alle energieproducenten waren betrokken bij het klimaatakkoord. Mm-hmm. Maar die zien er geen business case in. Ze kunnen er geen geld aan verdienen. Je kunt in Nederland al meer dan 10 jaar lang gewoon een vergunning aanvragen. Er zijn ook 3 locaties aangewezen waar er een gebouwd zou kunnen worden. Maar er is geen enkel bedrijf dat hier aan wil. Nee. En daarnaast is het ook nog weer eens zo dat kernenergie ook nadelen heeft. Omdat het is een baseload installatie. Mm-hmm. Een baseload wil zeggen, die moet het continu draaien om het nog enigszins rendabel te houden. Terwijl wat we in de toekomst nodig hebben is flexibel, opschakelbaar vermogen naast wind en zon, dat erg flexibel is. Mm-hmm. En dan kun je veel beter een installatie hebben die bijvoorbeeld op waterstof heeft. Eddie en Sven, dat was niet. Oh, die beginnen over thorium. Ja. Ja. Nou ja, thorium. Zou mooi zijn. Ja, dat zou mooi zijn. Toen ik jong was, en dat is al heel lang geleden, toen werd er heel veel gesproken over koude. 1832 spreken we dan toch? Ja, zoiets. Maar toen was het ideaal koude kernfusie.
Dat zou het worden. En we leven inmiddels 40 jaar later. Het is niet gekomen. Kijk, een toren kan er misschien komen. Ja. Maar dan praat je over ze vroegst over 2050. En dan ben je te laat. Ja. Want we moeten CO2-neutraal zijn in 2050. Maar even samenvattend als het gaat over kernenergie. Kijk, thorium, zou dat de oplossing kunnen zijn? Ik denk dat we allebei, als dat werkend wordt gemaakt, dat we allebei staan te springen, dat lukt. Ja. Moet er daarom onderzoek naar worden gedaan? Ja, dat gebeurt ook al. Maar nu gokken op thorium en dat we daarmee alle problemen gaan oplossen, dat vinden we net te makkelijk. Omdat je het gewoon niet zeker weet, inderdaad. Er wordt al tientallen jaren onderzoek naar gedaan. De grote uitbraken blijven uit. Dus moet je erop blijven hopen, prima. Maar niet op wachten. Dus je moet nu andere stappen zetten. Ja. En dan over kernenergie. Daar kan je op twee manieren naar kijken. Je kan er heel principieel naar kijken. En zeggen, ja, weet je, we weten gewoon niet wat je met dat afval moet doen. Dan moet je dat aan volgende generaties geven. Dat is een argument. Maar het belangrijkste argument is inderdaad economisch. Het is gewoon niet rendabel om zo'n kerncentrale te bouwen. En zelf, wat ik heel, heel zorgelijk vind, daar waar ze worden gebouwd, in Hongarije op dit moment. En in Engeland, of daar is hij al gebouwd, Hinkley. Hinkley wordt gefinancierd door de Chinezen. En Poetin doet en de Russen financieren hem in Hongarije. Ja. En dat laat zien dat dus blijkbaar van dit soort regimes geld nodig is, dit soort landen, om kerncentrales te financieren. En het kan aan mij liggen, maar ik vind het niet een hele fijne gedachte dat China de sleutels in de handen heeft van een kerncentrale nog de Europese Unie, maar straks toch gewoon Europa. Of in Hongarije, dat Rusland heeft, lijkt mij zeer, zeer onverstandig. Oh, kijk, hier, Tony Roman, die zegt, jullie hebben het over andere landen die het beter doen. Wat zijn deze best practices die wij kunnen kopiëren? Check. Nou, er zijn heel veel landen die het beter doen dan wij. En om eerlijkheid gebied te zeggen dat sommige landen ook een voordeel hebben, omdat ze bijvoorbeeld bergen hebben en veel waterkracht. En dat is een hernieuwbare energiebron. En dat heeft Nederland nou net niet. We zijn zo plat dat we geen waterkracht kunnen maken, of heel beperkt eigenlijk. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld geothermie. Dan is het boren van een diepe put en dan hou je eigenlijk heet water of stoom uit de aarde. Mm-hmm. Dat is in IJsland heel makkelijk, want daar heb je heel veel geothermische activiteit. Maar dat is iets wat ook in Nederland kan. En gelukkig zie je dat in toenemende mate. Er zijn ook steeds meer kassen die al op geothermie draaien. Maar andere landen, nou ja, de Denemarken en de Duitsers zijn heel groot in wind. Energie, zowel op zee als op land. Ja. Wij gaan gelukkig nu langzaam die kant op. Maar land als Engeland, dat zou je misschien niet verwachten vanwege al het gedoe over de Brexit. Engeland is eigenlijk het verst als het gaat om het terugdringen van broeikasgassen. Zij hebben al 43% CO2-reductie gerealiseerd ten opzichte van 1990. En hoe komt dat? Omdat zij het als eerste land de klimaatwet hadden en als eerste land een heffing legden op het produceren van elektriciteit uit kolen. En alle kolencentrales zijn in Engeland al lang dicht. Ja. Dus er zijn in onze nabijheid voorbeelden waar wij ook naar gekeken hebben. En daarom hebben we ook die voorstellen gedaan die nu stapvoets worden overgenomen. Ik weet nog heel goed de klimaatwet, toen waarop ik dacht, dit is briljant, maar wij dat eigenlijk niet. Dat was na de Brexit, dat het hele land in paniek, totale chaos. Ja. Maar in dezelfde week dat die Brexit was, gaat de minister van Energie gewoon rustig naar Downing Street lopen. Ja. Omdat er toch met nieuwe klimaatplannen moesten worden gemaakt. Want dat moest volgens die klimaatwet. Ik zie een bekende binnenkomen. Oh, Huub. Huub Ellemakers. Hey Huub. Hallo. Dat jij hier nu tijd voor hebt met dit weer? Zit hij niet op het terras? Ja, blijkbaar niet. Of vanaf het terras. Dat zou ook kunnen. Ja. Maar Huub die vraagt iets over biomassa-centrales. Ja. Die gaan we er toch snel uitgooien. Nou ja, kijk. Ja, Huub, dat is een hele goede vraag. Ja, heel goede vraag, Huub. En om te beginnen, de meeste biomassa op dit moment, de houtige biomassa, wordt bijgemengd in de kolencentrales. Daar worden ze bij. Hè. Dat vindt gewoon verbranding van hout eigenlijk plaats. Dus wij willen die kolencentrales dicht. En daarmee hoef je heel veel biomassa ook niet meer bij te stoken. Ja. Dus dat is een belangrijke stap. Nou, als het gaat om kleinere biomassa-centrales, dan is er wel een dilemma. Daar moeten we ook wel rekening mee houden. We moeten ook, als het gaat om onze warmtevoorziening, die transitie in gaan zetten. En warmte is het leeuwendeel van onze energiebehoeften. Veel meer dan elektriciteit. En je moet je ook realiseren, we hebben in de toekomst ook installaties nodig om negatieve emissies te maken. Mm-hmm. Ja, en wat zijn negatieve emissies? Dat wil zeggen dat je van materiaal dat CO2 onttrekt uit de atmosfeer, en dat zijn bomen of planten, dat je die gebruikt, maar dan de CO2 waarmee die dan ontstaat als je ze verbrandt, dat je die dan toch afvangt
en opslaat. En dan per saldo onttrek je broeikasgassen uit de atmosfeer. En het IPCC, dat is eigenlijk de groep van wetenschappers wereldwijd, die zeggen, de enige manier om het scenario te halen van 1,5 graad, maar ook van 2 graden, mm-hmm. is door ook negatieve emissies even, mogelijk te maken. Precies, even als het dus, gaat. Ja, sorry, ja. Ik denk dat iedereen dit gewoon aan het volgen is. En dan notities maken. Ja, en zo. Ja. Maar het is wel heel belangrijk dat je hele scherpe voorwaarden stelt. Ja. Dat is strak duurzaamheidskader, dat je weet dat de biomassa die je gebruikt mm-hmm. op een fatsoenlijke manier is geproduceerd. Mm-hmm. En ook, dat is een moeilijk woord, dat er sprake is van heldere kaskadering. Het gaat over een watervalletje eigenlijk, hè? Maar dat weet ik niet wel het woord van buiten. Dat vindt Tom heerlijk. Kaskadering. Als je hem tegen begint, hij dat over kaskadering. Ja, kaskadering. Ja. Ja, dat wil eigenlijk zeggen dat je die zeldzame biomassa die duurzaam is geproduceerd, daar moet inzetten waar je eigenlijk geen alternatief dus hebt. Dus eigenlijk als je me toestaat, en ik zal het vast filteren, samenvattend, als het gaat over biomassa bijstook in kolencentrales, kappen mee. Ja. Dat zit er nu alleen nog niet in. In het akkoord wat er nu De subsidie op het bijstoken wordt beëindigd in 2024. Ja. Dat staat ook in de kolenwet waar we volgende week over gaan stemmen. Nou. Maar er is maar voor 3,5 miljard euro ik beschikt. Ik kan zeggen, er is nog voor 3,5 miljard euro. Ja. Dat is straks 3,5 miljard euro bijstoken in kolenstraat. Ja. Heel slecht idee. Ja. Ja. Subsidies als je biomassa gebruikt, hè, dan heb je het ook over biobrandstof. Voorlopig zullen we, als je het hebt over kaskadering, waar gebruik je het wel? Voorlopig hebben we nog geen vliegtuig op zonne-energie of geëlektrificeerd. Dus zal je moeten kijken hoe kunnen we dat met betere brandstoffen doen. Ja. Dan is het heel logisch om na te denken over biobrandstof. Maar dat heel simpel bijstoken bijvoorbeeld, dat is eigenlijk het allerslechtste wat je kan doen. Dat moet er heel snel helemaal uit. En niet 3,5 miljard euro aan uitgeven. Okay. Ja. Ja. Ik zie hier nog een vraag. Waarom moeten we minder CO2 in de lucht pompen? Kunnen we niet de verwarming terugdraaien? Nou ja, goed. Kijk, je hebt de trias energetica, ook wel zo'n mooi woord. Maar de eerste stap is altijd energie besparen. Dus inderdaad, zet je verwarming lager. En als je nog aan het gas zit, wat ook echt, daar moet je even naar kijken. Je kunt namelijk je warmteinstallatie waterzijdig laten inregelen. En wat betekent dat? Dat er in plaats van een knop op je thermostaat waar je aan draait, zit er een slimme knop. Die doet dat automatisch. En die zorgt voor een hele geleidelijke verdeling van de warmte in je warmteinstallatie. Waardoor je veel minder energie... En daar heb jij een voorstel op gedaan afgelopen jaar. Daar heb ik voorstellen op gedaan. En dat wordt nu verplicht ingevoerd voor de bedrijven. En hoeveel bespaart dat? Dat gaat al gauw 1 megaton CO2 besparen. Dat is 1 miljoen ton CO2. Maar je kunt dat ook thuis doen. En dat bespaart je heel snel geld op voor je energierekening. Want je kunt al gauw een derde van je energiestookkosten kun je daarmee besparen. Ik zie nog een vraag over... ik zie te blijven vragen terugkomen eigenlijk heel veel over... Armrijk. Wie betaalt het en waar gebeurt het? Ja. Daar zit echt een zorgpunt. Ja. En hoe zorgen we ervoor dat mensen met de kleinste portemonnee niet te dupe worden? En dat is gewoon echt nog niet goed genoeg geregeld in dit voorstel. We hebben net zitten lezen en we bestuderen nog alle details, maar daar zit wel onze allergrootste zorg. Dat uiteindelijk nog steeds een te groot gedeelte van die kosten wordt betaald door mensen met lage inkomens, omdat de overheid ervan uitgaat en de plannenmakers, dat mensen dan wel gaan verduurzamen en dat ze hun huis gaan opknappen. Ja. En dat ze dan een lening nemen. Maar er is ook een groep, voor heel veel mensen kan dat echt heel goed werken en is dat ook echt, jongens, top. Er is ook een hele groep voor wie dat echt niet gaat werken. Wij denken bijvoorbeeld aan de 43.000 mensen die een corporatiewoning hebben gekocht de afgelopen jaren. Voor een relatief laag bedrag. Het zijn mensen met lage inkomens. Die huizen zijn super, super slecht geïsoleerd. In een hele slechte staat van onderhoud. Dat vraagt behoorlijk wat investeringen. Ja. Daar kom je er niet alleen met een warmtefonds of met een leningenprogramma. Daar moet echt een stap meer worden gezet. Maar je kan ervan op aan dat wij hier super kritisch op zijn om dit de rekening niet door de mensen werd gelaten. Ja, en nu we het hier over hebben, dat is misschien wel goed om dat even te noemen. Dat staat trouwens ook in dit boekje. Dat is, zijn de 40 maatregelen die urgent zijn. Heb je daar aandelen in dat boekje? Of? Nee, dat is gewoon Urgenda. Dat is een maatschappelijke organisatie, daar heb je geen aandelen in. Maar een van hun voorstellen... En je bent eigenlijk een echte influencer zo. Met dat je laat zien wat je producten... Je kunt het ook op de website vinden, urgenda.nl, denk ik. En als je dan de code Tom Forever gebruikt, dan krijg je korting. Hij is gratis. Maar huizen en corporaties. Kijk,
Een van de voorstellen is om de zogenaamde verhuurdersheffing af te schaffen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een belasting die corporaties moeten betalen in Nederland aan de overheid. Maar die wordt eigenlijk opgebracht door de huurders. Eigenlijk 2 maanden van de huur die je in een ieder jaar betaalt, verdwijnt in die belasting naar de overheid. En wat je zou kunnen doen is zeggen, ja, die belasting die schrappen we. Mm-hmm. En daarmee maak je 2 maanden huur per jaar vrij voor corporaties om te financieren in de verduurzaming van jouw appartement. Waardoor je energiekosten zullen verlagen, maar waarschijnlijk ook je huurkosten. Wat ik ook leuk vind, we krijgen ook zeg maar live regieaanwijzingen van mensen. Oh. Van Harma. Ja. Die waterfles staat nu een beetje raar op tafel, die mag wel uit beeld. Ja. Nou Harma, regelen wij voor je. Maar ze heeft ook een inhoudelijke vraag, hè? Zie, over dit doorberekenen van een CO2-heffing door de industrie. Nou, doorberekenen er komt CO2-heffing voor bedrijven. Ja. En die berekenen dat dan allemaal door aan burgers, waardoor Harma toch gewoon gaat betalen. Ja, nou kijk, het interessante hiervan is dat aan de ene kant zegt rechts, je krijgt allemaal weglek. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat het verdwijnt allemaal over de grens. Omdat die internationaal opererende bedrijven, en dat zijn de grootverbruikers, ja, die kunnen het niet zomaar doorberekenen aan een consument. Want die hebben concurrenten ergens anders op de wereld die niet deze heffing hebben. Mm-hmm. En die hoeven dus niet in de prijs omhoog. En als jij dat wel doet, dan ben je gelijk je marktaandeel kwijt. Dus het doorberekenen in een vrije markteconomie die internationaal opereert is echt een stuk ingewikkelder dan mensen denken. En zeker zoals wij het vormgeven, zal dat wel in zekere mate gebeuren. Maar het is echt niet zo dat de consument uiteindelijk daar alles voor gaat betalen. Waar ik echt fan van ben, niet helemaal Irene Lotus, maar zijn vraag in caps lock vind ik wel prachtig. Oh jeetje, oh ja. Dus, maar dit gaat over Jesse, vlees. Gaan jullie ook wat aan de vleesconsumptie doen? De beesten die lijden dat het humaner en biologisch gaat, ook de groentes. Oh ja. Heel belangrijk punt. Ik snap best dat dat in caps lock staat, want en dat is echt waar we ook mee begonnen. De bio-industrie die komt echt te makkelijk vanaf. En wat je ziet is dat positief beginnen. Ja. Voor het eerst eigenlijk wordt er aangegeven, er moeten minder dieren komen. Dat is wel een enorme mindshift. Ja. Dat partij als het CDA bijvoorbeeld dat ook zegt, het moet minder, dat snap ik. Maar het moet veel en veel sneller, want het is gewoon niet houdbaar. Ja. En we produceren zoveel vlees en we houden zoveel dieren. En heel veel daarvan exporteren we. Dat is gewoon niet houdbaar. Vleesconsumptie is het is niet goed voor de dieren, maar het is uiteindelijk ook niet goed voor mensen en niet voor het klimaat. En dat betekent echt dat we nog veel, veel, veel verder terug zullen moeten gaan. Ja. Dat we de bio-industrie nog veel harder moeten aanpakken om ervoor te zorgen dat er minder dieren hier in gevangenschap leven in Nederland. Ja, en daar moet je echt meerdere dingen voor inzetten. Want het is niet alleen maar een simpele gedragsverandering van iedereen gaat er van de een op de andere dag minder vlees eten. En wat ik ook zie nu in die plannen van het kabinet bijvoorbeeld, zijn het heel veel technische exercities. Dus met allerlei technische maatregelen wordt de CO2-uitstoot teruggedrongen. Dat herken ik. In 2013 was ik woordvoerder landbouw, onder andere. We waren met z'n vieren, dus ik was woordvoerder heel veel. Toen behandelden we de PAS, waar nu heel veel nieuws over is, hè? De programmatische aanpak stikstof. En ik heb laatst mijn bijdrage zitten teruglezen, wat we toen zeiden. En het idee was, door die programmatische aanpak stikstof gaan we minder stikstof uitstoten en ook CO2 en methaan. En daardoor kunnen er meer dieren bij komen. Ja. Dus als ik het goed begrijp, zeg maar, we willen proberen stikstof en methaan en CO2, dat we wel dat minder hebben, maar er komen meer dieren bij. Ja. Dat kan niet. En dat moet je denken, waar ik door aan moest denken, is Schiphol. De 5e baan werd aangelegd, in de jaren 90 spreken we over. En toen werd er gezegd, er komt wel een extra baan bij Schiphol, maar dat zorgt voor minder overlast. Oftewel, er komen veel meer vliegtuigen, maar je hebt minder overlast. Dat gaat gewoon niet. En dat is ook wat ik bij landbouw weer teruglees. Nee, we gaan het allemaal technisch oplossen. Ja. Maar jongens, we moeten eerlijk zijn, er moeten echt minder dieren in Nederland. Nee, je ziet dat we dan toch bepaalde partijen hebben gehad die veel macht hebben gehad in Nederland en nog steeds, die elke keer met listen en trucs
proberen iets wat onvermijdelijk is weer voor zich uit te stellen. En gelukkig grijpt Europa nu ook in. En ook onze eigen Raad van State. Dat betekent dat er geen enkele vergunning op dit moment meer mag worden gegeven voor uitbreiding van een boerderij. Ik ben het helemaal met jou eens. We moeten zowel op het punt van het stellen van harde normen, als het gaat bijvoorbeeld om stikstofuitstoot, maar ook om dierenwelzijn, moet je proberen het aantal dieren terug te dringen. Maar je doet het voor een stukje ook door beprijzing. Je zult er toch vlees duurder moeten maken. Ja, en je moet ook volop inzetten op allerlei vormen van gedragsverandering stimuleren. En dat samen brengt ons hopelijk snel bij het einde van de bio-industrie in Nederland. We gaan langzaam richting een afronding. Ik zie ook Jeroen Zwaap, die zegt, er is wel minder vrijdagmiddagstemming, heren. Zijn we te vrolijk? Sorry Jeroen, het is een zwaar onderwerp, maar we proberen er vrolijk onder te blijven. Ja. Kijk, misschien is het goed om even iets te schetsen wat we de komende tijd gaan doen. Volgende week verwachten we het debat over deze plannen, woensdagavond waarschijnlijk. Ja. En dan gaan we het eerste debat hebben dan met de regering. En daarom zullen we komen al met onze eerste ideeën over hoe moet je nou de plannen die nu liggen verbeteren, zodat ze eerlijker worden, zodat de kosten eerlijker zijn verdeeld en dat zeker arme mensen, dat ook voor hen de plannen betaalbaar zijn. Ja. Ten tweede ook, hoe zorgen we ervoor dat we ook echt de CO2, de doelstellingen, dat we die gaan halen van 49% reductie in 2030, daar moeten we echt een tandje erbij voor zetten. Dan komen we met voorstel over de bio-industrie. We komen over CCS, de opslag van CO2 onder de grond. Op al die onderwerpen komen we daar met onze eerste voorstellen. Is een eerste debat met de Kamer, met de regering. Ja, en vervolgens gaan we ook verder met mobiliseren. Zorgen dat die beweging weer in actie komt. Zorgen dat we hoorbaar zijn, allemaal. En als jij je zorgen maakt over wat er nu gebeurt, zorg er dan voor dat je zo vocaal mogelijk bent. En geeft aan dat het gewoon nog niet genoeg is. Schrijf het op je Facebook, op je Instagram, in de appgroepen waar je in zit. Laat het weten. Jongens, prima begin, maar lang niet genoeg. En dat ze niks met de agenda doen, dat kan niet. Zet er druk op. Laat het aan mensen weten. Dat is uiteindelijk waar verandering begint. Dan gaan we naar het najaar. Dan komt Prinsjesdag, dan komen de begrotingen. Dan komen de eerste voorstellen van het kabinet in wetten. Ja, en dan zullen wij het gesprek aangaan om ervoor te zorgen dat die plannen echt verbeterd worden. Want dit moet en het zal beter. Dank jullie wel voor jullie tijd. Ja, ik vond het heel leuk om te doen. En ik hoop dat jullie samen met ons strijden voor een nog eerlijker en groener klimaatakkoord. Ja, en als je nog vragen hebt, je kan ze altijd stellen via de Activisten. Het nummer gaat hieronder vast nog een keer verschijnen. Word activist, meld je aan. Dank je wel, tot de volgende keer. Dag. Houdoe.